De baanbreker en bewoners, die hebben de hand in één geslagen. En jullie gaan dus wat doen voor de bewoners. En dat gaat beginnen op 20 juni. Nou, het start inderdaad op... Het is al gestart, moet ik eerlijk zeggen. Maar we gaan voor de komende periode elke maand... zowel op de baanbreker als de Bonte Veer... verschillende activiteiten organiseren. Maatschappelijke thema's. En een van die thema's is vriendschap. En donderdagmiddag zijn we in de Bonte Veer samen... om enkhuizers aan elkaar te koppelen. Om elkaar te ontmoeten en leuke dingen met elkaar te gaan doen. Welwonen is een woningcorporatie en een welzijnsorganisatie. En vanuit de welzijnsorganisatie organiseren wij deze activiteiten voor alle inwoners. En de bedoeling is dat mensen vragen voorgelegd krijgen. Houdt iemand van koken? Houdt iemand van uit eten gaan? Ga je liever wandelen? Stap je op de fiets? En op die manier hopen we matches te krijgen. Dat mensen van dezelfde activiteiten houden en in gesprek kunnen raken met elkaar. En af kunnen spreken. Ja, er is net een minister weggegaan die wilde graag dat de mensen in beweging gaan. En dat willen jullie eigenlijk organiseren op deze manier? Ja, zeker. Daar staan we eigenlijk vanuit Welwonen om bekend. Daarom ook de Bonte Veer waar van alles wordt georganiseerd. We organiseren in IJsselzand allerlei activiteiten met vrijwilligers. Dat wil ik ook heel graag benoemen. Ook met cliënten hier in de Bonte Veer. En alles om de inwoners samen te brengen. En dat is met een heel activiteitenaanbod eigenlijk. Bonte Veer is eigenlijk het beste bereikbaar, hè? Zeker wel, ja. Er is hier parkeerplek genoeg. De fiets kun je goed stallen. En we hebben ruimte hier al. We hebben hier ook twee gedeeltes. Dat is het mooiste. We hebben het restaurantgedeelte. En we hebben hier het wijkcentrum. Maar het sociale aspect is hier gewoon heel belangrijk in het hele gebeuren. Dus zowel restaurant als het wijkcentrum. Dus van alle kanten trekt het mensen naar elkaar toe. Dus dat is alleen maar mooi. Dus ja. En wij hebben het geluk dat we inderdaad diverse locaties hebben. Dus dat is de Bonte Veer, dat is dus IJsselzand, het buurthuis, maar ook Jongerencentrum Cayenne. Dus wij zijn op verschillende plekken in Enkhuizen zichtbaar. Ja. Maar het is niet alleen voor huurders, het is ook voor mensen met een koopwoning. Ja, zeker. Wij spannen ons voor iedereen binnen Enkhuizen in. En ik ben ook blij dat je het even aanraakt om ook kenbaar te maken dat we er voor alle Enkhuizers zijn. En niet alleen voor de mensen die huren bij Welwonen, maar echt voor iedereen. Dus iedereen die behoefte heeft aan gezelschap of leuke activiteiten, nou, ga naar de website van Welwonen en zoek ons aanbod op, zou ik zeggen. Dus we proberen op basis van voorkeuren of mensen een hobby hebben of dat ze van tuinieren houden, proberen we met verschillende vragen mensen bij elkaar te brengen. En aan het einde van de quiz komen er antwoorden uit en op basis van die antwoorden gaan we groepjes bij elkaar zetten, zodat mensen in gesprek kunnen komen met elkaar. 18 juli is er weer een bijeenkomst en waar is die? Ook hier bij jullie in de... Nee, die is in de baanbreker. En dan komt de bibliotheek voorlichting geven over het aanbod wat zij hebben. Dus, en dat is breed. Dat is niet alleen een plek waar je boeken leent, maar daar wordt ook veel meer gedaan. Eigenlijk vergelijkbaar met Welwonen, waar een groot aanbod is. Maar die geven we ook een podium om een stukje te vertellen over wat zij allemaal oppakken. Dus vandaar. En dan in september hebben jullie weer wat? In september. Ik ken er niet de hele agenda uit mijn hoofd. Maar in september organiseren we weer wat. We hebben in het najaar onder andere het Rode Kruis komt praten bij ons. En die gaan voorlichting geven over veilig thuiswonen. Maar ook hoe je omgaat met cybercrime. En wat doen jullie dan als Bonte Veer nog meer voor Welwonen in dit geval? Nou, voor Welwonen, ja, wij zijn het restaurant dan. Dus wij werken samen met Lekenweide en met cliënten hier. Die hebben een bepaalde dagbesteding, een horeca eigenlijk. En wat wij ook doen, de drempel is hier heel laag, dat we een driegangenmenu aanbieden voor €17,75. En die wisselt elke twee maanden. Daarnaast hebben we hier ook het wijkcentrum. En daar worden spelletjesmiddag georganiseerd, voornamelijk op de donderdag. Nou, in dit geval is het dan in combinatie met een quiz inderdaad. Dus mensen uit de buurt die komen op bouillard. Die komen sjoelen. En daarnaast hebben we ook vergaderingen dat het hier gereserveerd wordt en zo. Maar het hele sociale aspect, dat de drempel laag is, dat is wel de standaard hier. En dat willen we echt naar buiten brengen, ja. Ja. En dat is voor jong en oud? Voor jong en oud. Welwonen is er inderdaad voor, we zeggen wel eens 0 tot 100 en meer. Dus dat betekent ook dat we activiteiten voor jongeren hebben in het tienerhonk en in het jongerencentrum. En Dennis en ik betrekken ons meer op het volwassenenwerk en het ouderenwerk. Dus dat zijn die jongeren af zijn, zeg maar. Oktober, december?
Ja, ik had net natuurlijk al opgenoemd de Rode Kruisactiviteiten. We hebben nog een avond met, of middag bedoel ik, met Alzheimer West-Friesland. Waarin we een spelactiviteit hebben dat mensen handvatten kunnen krijgen. Stel dat je iemand in je omgeving hebt die dementie heeft. Hoe kun je daar het beste mee omgaan? Hoe kun je ze nog ruimte geven om aan activiteiten deel te nemen? Dus dat staat ook nog op de agenda.